die man met die rode hoed, met die gouden stof, met die witte baard? Wie is toch die man met die mantel aan die op daken rijdt met zijn lieve paard? Hey! Hey! Oh. Hallo! Dag Pieter! Dag hey! Hallo! Weet je wat, Sinterklaas is niet. Ik ga lekker hier zitten. Oké. Nou, we waren nog even bezig met de laatste gedichtjes. We hebben zoveel gedichtjes gemaakt dit jaar. Het zijn er niet honderd, maar wel 1000 triljoen. Zoveel. Zoveel. Nee, maar ja. Dan zullen jullie wel eens hier arm hebben van het schrijven, of niet? Ja, en het denken. En het denken. Nou het over denken, hè. Oh, het is alweer 2,5 weken geleden, hè, dat we hier in Nederland aankwamen. Ja. De intocht. Wij zijn gevriest als Christus. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan die stelletjes ons huisje voorbij. Oh, we zijn weer in Nederland hier. En in Gent. Ja. En ik heb de enige echte sleutel van de pakjeskamer gekregen. Die wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind het veel te eng. Waar is al die jongen nou? Dat kan ik hem aan hem geven. Ja. Ik ga hem gauw zoeken. Ja. Doei. Oh, het was weer geweldig op die boot. Met al die kinderen aan de wal. Al die opa's en oma's. Pieter, goed dat ik jullie hier tref. Hallo! Oh, wat ben ik er blij. En het gaat allemaal zo goed, hè. En ik ben zo ontzettend blij met mijn nieuwe stoel. En hij zit heerlijk, Sinterklaas. Ik heb hem vast even opgezeten. Hij fantastisch. Zou ik er even opgezeten? Ja, Sinterklaas. Ah, fantastisch. Want nu ik er toch ben, wou ik het jullie toch even mededelen van Koele, oh ja, en van Haraldinho, dat ik die sleutel heb gegeven voor 4 en 5 december. Ja, en ze houden echt alles goed in de gaten. En naar mijn idee kan er helemaal niets misgaan. Ik denk dat dit een keer een makkelijk jaar is in Nederland. Oh, gelukkig. Hebben jullie er zin in, Pieter? Ja, ja, zeker. Ik sta er helemaal niet van. Zeker. Hebben we er zin in, Pieter? Ja! Gelukkig. Pieter, hoe gaat het met de gedichten? Helemaal goed, Sinterklaas. We hebben ze allemaal af. Nog een paar, maar we hebben er zoveel gemaakt dit jaar. Dus 4 en 5 december komt het goed? Helemaal goed, Sinterklaas, hoor. Nou, ik heb het ook geregeld met de sleutel. Oh. Haraldinho en Koele hebben dat goed op de rit. Die vertrouwen ik dat wel toe. Maar Sinterklaas, ja? Hoe vond u het nou de afgelopen 2,5 week? Ik heb zo genoten van de tekeningen, van de kinderen en met name van mijn nieuwe stoel. Ik ben er zo blij mee. Kijk eens, Pieter. Hey, zo mooi Sinterklaas, hoor. Fantastische stoel. Ja, ze hebben er echt heel veel werk mee gehad, hoor. Jongen. Hé! Zijn jullie hier? Hebben wij de uitnodiging gemist of een feestje gemist? Fijn dat jullie er zijn, Klaus Pieter. Ja, nou, dat zit ik wel. Kijk, de stoel echt goed in orde was. Ik zit net aan de Pieter te vertellen hoe blij ik daarmee ben. Ja, ik was in de klas. Ja, en hoe mooi dat hij geworden is. Zit hij fijn? Hij zit heerlijk, er zit een lekker kussentje in. Nou, zit ik klaar. Ik zal je even vertellen. Ja? We zijn er echt ontzettend druk mee geweest. Met de slijptol en van alles door moet gedaan. Moeten schilderen op. Dat was aan het nieuwe niet echt niet echt een mooie stoel, daar kunnen we wel iets moois van maken, denk ik. Zullen we hier in die werkplaats die stoel eens even onder handen nemen? Kijk, want, weet je, het is binnen de werkplaats. Heel saai, ja. Daar waar je altijd alles maakt, alles maakt. We gaan even wat slijpen, wat zagen. En dan zullen we er eens een fatsoenlijke stoel van maken. We moeten wel in de gaten houden dat we een beetje op tijd klaar zijn met die stoel. Ja. Dat we klaar zijn voordat Sinterklaas in de gaten heeft dat wij die stoel hebben meegenomen. Ja. Anders dan krijgen we op onze donder. Dat is ook mooi, hè? Dan kun je heen en weer een beetje wiebelen. Maar ja, is dat wat voor Sinterklaas als die wiebelt? Laten we binnen eens gaan kijken. We gaan kijken. Jongen, mooi zeg. Daar gaat hij. Pieter, eventjes nog teruggaan naar toen we net in Nederland waren. Ja. Vond ik het zo raar, toen kwam ik hier in de kamer, stond er in één keer een hele andere stoel. Kijk aan,
Jongen. Ah, gelukkig. We zijn weer terug in Nederland. Och, wat heb ik erop gewacht. Oh, fijn. Alles is nog klaar. Mijn kamer is mooi. Maar wat is dit nu? Dit is niet mijn stoel. Nou, dat weet ik ook niet. Hier is iets niet helemaal pluis, maar ja. Ja, wat raar. Ik heb wel een beetje een caféstoel. Wat zitten jullie nu te lachen? Nee, niks in Klaas. Nee. En dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Niet? Ah, dat moest ik even zitten, Klaas. Oh. Ja, maar als we er niks neer zouden zetten, dan had u helemaal geen stoel om op te zitten. Dus hadden we eventjes ergens al een stoeltje vandaan gehaald. Hij was niet zo mooi. Nou, kijk, had hij hem uitgehaald. Hij was in ieder geval niet fijn om op te zitten. Oké. Maar goed, deze is in ieder geval beter, toch? Oh ja, ik ben er zo blij mee. Dat was maar voor tijdelijk. Wij zijn ontzettend goede sleutelbewaarders. Ik heb hem goed vast. Ja, maar ik heb hem ook even vasthouden, want ik kan dat ook. Ja, liever wel. Oké, dank je. Stuk. Zo. Zeg, hé, de werkplaats. Oh, ja, dat was iets geheimzinnigs. De kluspieten, die waren bezig met iets, ik weet niet wat het was. Wij mochten het ook niet helemaal weten. Volgens mij, ja, ik weet het niet zeker. Maar hou je hem weer even vast. Ja. De sleutel van de pakjeskamer. Ik ga gewoon even kijken. Zal ik meegaan? Nou, want ik wil wel weten wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat ze met stoel bezig zijn voor Sinterklaas. Daarmee? Ja, ja. Kom, we gaan kijken. Kom. Ben jij... Ja, ik hou hem even vast. Ja, veilig. Hey, hoe ben je dan? Ja, ik heb hier heel belangrijk... Ja, even wachten, jongens. Ik. Hoor ik. Zo, ja. Wat zijn jullie? Die perfect is. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, we zijn met de stoel voor Sinterklaas bezig. Wat dan, joh? De stoel voor Sinterklaas? Kijk, ik zei toch? Ik zeg het niet, Sinterklaas. Wat ga je precies aan het doen dan? Daar maken we er een soort huisje van. Een huisje? Ja. Op wielen? Nee, niet op wielen. Oh. Ja, kijk. Wat is dit? Zo. Ja, dat is jammer. Zo. Dat is Nee, dat was een grapje. Ik schrok al een beetje. Nee, dat schrok. Misschien moeten we... We moeten niet van het werk af. Nee. Wij moeten echt verder. Leuk. Nou, anders krijgen we niet op. Wij gaan snel. We gaan snel. We niet van het werk af. Nee, zeker niet. Succes, hè. Doei. Doei. Kom, moeder. Ja, we hebben heel veel groen. Ja. Ja, ik weet niet hoe laat het nu is. Nou, ik... Als ik... Wordt al donker. Als ik eerlijk ben... Dus ik... Ja, eigenlijk wel even wat eten. Ja. Ik ga opruimen. Je weet hoe het gaat met klussen. Eerst opruimen. En dan lekker naar huis toe. Ja. Gaan we de rest van de pieten kijken. Ja, hoor. Hier waar een beetje. Daar, bij de zaak, alsjeblieft. De zaak, oké. Zo, even voor de mama's de boer. Precies. Hier heb ik nog een slijptol en een houtjes. Hé. Oh. Wat is dit, je? Wat is dit? Nee. Dat wil ik niet hebben. Is dat die sleutel van ja. Arlinho? Dat is de sleutel van de schatkamer. Ja, maar die hoef ik niet te hebben. Ik ging het ook. Ik ook niet. We brengen het meteen terug. Het kan niet. Dat is misschien wel beter, ja. Ik wil die niet bij me hebben, hoor. Ja, nee, ik ook niet. Heb de sleutel van de pakjeskamer. We hebben alles opgeruimd. We gaan hem meteen terugbrengen. Ja, of niet, maar ik vind in ieder geval die sleutel niet terug. We gaan. Ja. Wat speelt er nou weer hier? Stel, lamp uit, stoel op, altijd dezelfde. Zullen jij dit hier licht? Zullen we even maken? Zo. En als de wielen weer gaan,